marché, j'ai du monde passé sur l'eau, j'ai payé d'ailleurs une mille marques. We zijn als beste derde naar de Europese tegen Rusland, waar ook niemand geloofde. En dan wint je die match en hoort op en je bent weg. Dus dat kan ook heel goed met de Belgen gebeuren. Alleen vind ik dat het optimisme die er op een bepaald moment overdreven op de die een bepaald moment was. We spraken al van een finale, alsof die mee moesten gaan spelen. Dat vond ik wel overdreven. Dus dat was die Belgische luchtenaar. En die eerst de groepsfase doormaken en dan eens kijken waar we zullen eindigen. Maar we moeten die groepsfase doen. Ik vind dat toch een minimum missie van deze generatie. Wat zal ik? Heeft deze generatie meer dan jullie toen in 1989? Zuiver voetbal. Ja. In ieder geval. Maar we zullen zien. Op basis van mentaliteit en professionalisme. Oké, zij kunnen ons even aan, absoluut. En dat zou mooi zijn. Iedereen zit er gewoon maar aan te wachten. Dat moeten we dan nog eens kunnen nemen. Maar dat moeten ze toch nog altijd bewijzen. Want nu komt het. Wat er tevoren is geweest, is mooi geweest. Maar nu komt het. Het is aan hen om het te doen.